DHW United moest voor de tweede maal in 3 dagen tijd recht in de ogen kijken van Vizé. Afgelopen week moesten ze nog het onderspit delven in de bekerwedstrijd op eigen veld. Voor deze competitiewedstrijd moesten ze zelf afreizen naar Vizé, waar hen een gemotiveerde tegenstrever te wachten stond. In tegenstelling tot andere wedstrijden van DHW waren de ladies nu wel meteen bij de les met een 0-3 na 7 minuten en een 3-5 na 11 minuten spelen. Wanneer de Antwerpenaar dan even stokken in de aanval, kan de thuisploeg terug de aansluitingstreffer maken. We spelen 15 minuten, het staat 5 tegen 6. Vizé weet dan niet meteen van hout pijlen te maken en DHW blijft scoren aan de lopende band. Een 5-9 na 19 minuten en zelfs de 5-10 na 20 minuten. Wanneer DHW United Antwerpen dan een licht toegekende 2 minuten straftijd krijgt, heeft Vizé de mogelijkheid om zich helemaal terug in de wedstrijd te knokken. En zo gaan we rusten met een 11-11 score. De Antwerpse ladies zijn echter niet van plan van gas terug te nemen en duwen ook in de tweede helft meteen door. De 13-16 na 18 minuten. Zelfs wanneer gebruik wordt gemaakt van de bank, moet DHW niet inboeten aan talent en hoogstaand handbal. Getuige daarvan is de 15-18 tussenscore na 40 minuten. Wanneer Rots in de branding Ruggeniete dan voor een tweede maal een tijdstraf krijgt, ziet Vizé de kans mooi om terug aan te sluiten. 17-18 na 42 minuten, maar de Antwerpenaren geven geen krimp meer. En ondanks persoonlijke bewakers voor Zamozi en Sinebes, weten ze de voorsprong opnieuw uit te bouwen. Het staat 17 tegen 20, we spelen 46 minuten. Wanneer Voermans dan ook nog eens een schitterende invalbeurt op de mat legt, hebben we een 18-22 na 51 minuten en breekt de veer helemaal bij de thuisploeg, want ook defensief staat het goed bij DHW United Antwerpen met een 19-24 na 55 minuten en een eindscore van 20-28, een die als revanche stellen kan in het Hol van de Leeuw. DHW mag op de komende speeldag in eigen huis bevestiging geven van deze overwinning en krijgen met Sint-Truiden meteen een waardemeter van formaat voorgeschoteld. Ik was zeer tevreden over mijn prestatie vandaag. En samen met mijn medekiepster hebben we het doel mooi verdedigd vandaag, vond ik. Jullie doen een uitstekende zaak in de reguliere competitie. Ja, zeker op verplaatsing. Je ziet heel mooi meegenomen. Ja, je speelt 2 wedstrijden in 3 dagen tijd. Dat is altijd heel zwaar. Ik denk dat we er ons goed op hebben voorbereid. Ik vind het een compliment aan de groep. Ze hebben enorm veerkracht en dat heb je gezien vandaag. Ja, het is een voordeel als wij dan die voorsprong hebben gepakt, moeten hun harder werken in plaats van dat wij het dan moeten doen. En ja, dat geeft ons energie en hun verliezen daar energie mee. Dus het was een goed teken. Het is een lekker gevoel, hè? Heel lekker, ja. Toch een klein feestje vanavond, want in de reguliere competitie, ja. Is dit een goede stap natuurlijk? Ja, ik denk dat we nu gaan stijgen. Dus een feestje in de bus zou ik zeggen. Veel plezier. Bedankt.